Linz is de derde stad van Oostenrijk, precies halverwege de snelweg Salzburg-Wenen. De twee klassieke steden met de traditionele grote clubs uit het Oostenrijkse voetbal. Maar aan de boorden van de Donau wordt hard gewerkt om LASK Linz tussen Red Bull Salzburg en de grote namen Rapid en Austria Wien te krijgen. Zoeken we in de kiosken naar de Oostenrijkse kranten van vandaag, dan zijn er nog net geen chocoladeletters, maar het enthousiasme is enorm en unaniem gaat het over de huidige situatie bij PSV. En dan valt in Oostenrijk al snel het woord crisis. En dat dit het moment is om PSV pijn te doen. Met het zogenaamde volgas voetbal. De toon is wat dat betreft gezet. De Europese geschiedenis van PSV begon overigens in 1955 in Oostenrijk. Met een forse 6-1 nederlaag tegen Rapid Wien. 6 keer speelde PSV een Europese wedstrijd op Oostenrijkse bodem. 2 keer werd er verloren. Na 1955 was het alleen nog in 1981. Ook toen tegen Rapid Wien, dankzij de beroemde Tsjech Panenka. En ook nu uit een strafschop. Er was 1 gelijkspel en 3 overwinningen. Zoals in oktober 1987, met weer Rapid Wien als tegenstander, dankzij Barry van Aarle en Hans Schillaus, werd het uiteindelijk 1-2. En in 2014 won PSV in de voorronde van de Europa League van St. Pölten. Door treffers van Locadia, Memphis en Luc de Jong. Vanavond kan PSV de 4e overwinning toevoegen aan die reeks. En als het dan wint, dan mag de ploeg van Mark van Bommel in elk geval ook na de winterstop in Europa blijven voetballen.